Voet verenigt altijd. Ja? Eten en drinken. Boerenkool met rookworst eten wij in Nederland. Maar in Suriname rijst met kousenbaan. Boerenkool... Zie je dat eten een verbindende factor is op Rotterdam-Zuid? Tuurlijk, brengt de mensen een beetje bij elkaar. Ja. Ik vind het niet leuk dat je niet dat overal halal is. Of het nou een buitenlands eten is of gewoon stampot met een balletje gehakt en jus, is altijd goed. Tijdens de zomer op Zuid kunnen Rotterdammers genieten van het culinaire aanbod op Zuid. Op zondag 20 augustus zijn er 11 food events op Zuid. Deze dag zal worden afgetrapt met een grote picknick op Zuid. Rita Omelo maakt vegan soulfood en is al druk bezig met de voorbereidingen. Welkom bij Langste Laan in het hartje van Rotterdam-Zuid. Het is een meeting point, een winkel, een restaurant, een thuis, een home. Ja, dus ik heb een menu samengesteld van al mijn favoriete Afrikaanse gerechten en dan plantaardig voornamelijk. En dat we in de keuken al wat dingen hebben. Daar is chef Kamerade. Ja, kijken. Wij staan er bekend om de gevulde Johnny Cakes. Wij vullen Johnny Cakes met, we hebben holy curry, taste tempeh, paradise pond. Ja, al mijn favoriete gerechten waarvan ik dacht van dit is wat de mensen eigenlijk ook horen te eten. Op Zuid was er onder de bewoners veel animo voor een food event. Volgens Rita geen verrassing. Hier hebben we een hele grote mix van immigranten en... eten, dat is iets wat mensen verbindt. Hier in Rotterdam-Zuid heb je toch een hele grote beleving en toch een heel grote groep mensen. Het lijkt net op een plek op zichzelf. Dus het is heel normaal dat ze ook hier in Zuid gewoon een foodfestival willen hebben. Van de Beierlandse Laan gaan we alvast naar het Zuiderpark, waar organisator Aizel Kaya vertelt hoe het idee van de picknick eigenlijk ontstond. Hier komt de kleed van 20 bij 20. We zagen dat er heel veel food events binnenkwamen bij de aanvragen. We hebben hen gevraagd om al deze events op één dag te organiseren, op 20 augustus. En we wilden heel graag een startmoment van de dag. En eten is belangrijk, picknicken is mooi in zo'n mooi park. Je kan dat niet, daar moet je voor gaan. Dan moet je zo'n heel groot mooi picknick organiseren. In Charloes is kunstenaar Maaike Gottschall druk in de weer om een mega picknickkleed gemaakt van ruim 1700 theedoeken aan elkaar te naaien. Ja, dus mensen hebben allemaal theedoeken ingeleverd en die stik ik aan elkaar tot blokken. En die blokken, daar maken we een heel groot kleed van. Ja. Ik heb als je er overheen loopt, heb je het idee alsof je over een tentoonstelling loopt, maar dat je naar beneden kijkt. Dus onder je voeten door zie je dus allerlei soort exposities. Ja. Dat merkte ik tijdens het maken, dat ik denk, ja, dit gaat toch wel een heel mooie ervaring worden voor mensen. Zo'n grote picknickkleed, wie had dat gedacht in het Zuiderpark? Dat soort initiatieven zijn altijd nodig en altijd heel goed om toch de community bij elkaar te houden. Want ja, als je niet samen bent, dan kan er ook nooit iets beters uitvloeien. Je zal nooit met de buren praten, dat gebeurt dan wel. Ja. Dat zijn allemaal van dat soort gekke dingen, weet je wel, die dan wel ineens gebeuren. Dan heb je ineens hele andere verstandhoudingen. Dus ik juich ook wel toe. De grote picknick in het Zuiderpark en de andere food events op Zuid vinden op 20 augustus plaats.